42-4, slechts 400ste van een seconde. Het is Callio daarachter. Andrew Pitts, 42-4. Doet dat gewoon weer goed als extra man bij TK. Haga, Dazon, alle direkt vorne. Biotti. Bitte. Schnell,
met name voorgaf nog wat perikelen met de weglegging. En zeg maar, collega's die wel heel erg, maar die toch een stukje houden van mij. Hij zegt maar, de sprong van 12 naar 4 is echt ongelooflijk goed. Hij zegt maar, zoals die vanmiddag in de warm in de vrijdag en de avond en vanmiddag in de pool. Hij zegt maar, dit komt natuurlijk morgen mee scoren. Just a quick question, because I know you've ridden Assen many times, but amongst this lot, you're the only rider here, I think, in the top four, certainly, to have ridden a new layout. Do you have any thoughts about the new design of the Assen track? It's okay. I think the old one was really challenging. A little bit more. It was more high-speed corner and more nice for me, I have to say. But even there now, the turn one is like the Shanghai, you know, China. We have a turn one similar to that one. And it reminded that track. But for sure, no, the real asset. So I think this track is good enough to do this. We should do more for this guy here, and I hope they do it great. Jan Groen terecht van, we hebben vorig jaar de circuit veranderd, maar het was hier niet. Het is de eerste keer dat ik hier rijd. Wat vond je ervan van het nieuwe gedeelte? Max had in de persconferentie al aangegeven, de lange, snelle bochten, zoals vroeger in de Noordwest waren, hadden toch eigenlijk zijn voorkeur. Maar hij heeft toch goed kunnen winnen aan de baan. Hij zegt, dit is nu het nieuwe Assen, hier gaan we ervoor. En zeker voor het publiek is een hele verbetering. I always wonder whether it's longer in Dutch than in English. Is that true?